Iets duidelijker met de huidige situatie, voornamelijk op vraag van de organisatoren zelf, die onder druk staan van hun groepen, die vragen, worden daar bepaalde maatregelen genomen? Want ik moet het kat in kat noemen, ik maak daar professioneel mee, welke vragen dat je soms krijgt van mensen die bijvoorbeeld naar de Turkse Riviera willen gaan, dat er iets in Istanbul en Ankara gebeurd is. Ja, die buitenlandse groepen stellen diezelfde vragen aan de organisatoren naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen in Zaventem in Brussel. Dus daar gaan we, er is een onzinbrief voor heel de festivalzomer in opmaak. En dit staan we nu al toe, de gemeenteraad moet dat toestaan, dat er eventueel private bewakingsagenten komen, om daar toch wat meer toegangscontrole te doen. Ja. Maar dat is met het festival zelf. Ik kan natuurlijk niet in de details treden, dat zou waanzinnig dom zijn, wij weten er allemaal gaat gebeuren. Het Schlagerfestival is gewoon een opname van al die andere dingen die we al jaren hebben. Nu, wij hebben even met artikel 7, de communicatie, zouden we dat toch ook een beetje willen uitbreiden. De organisator moet hier zelf informatie over zijn festival verspreiden in de opgelegde straten. Dat is de eerste keer dat die man dat hier gaat doen, hè? Denk ik toch. Zoiets hebben we nog niet gehad. Hè? Nu, ik vind dat wij daar moeten bij vermelden dat hij dat moet doen, 1 maand voor de activiteit. Ik zou u zeggen, ik weet dat sommige bewoners van Kasteel Dreven en omstreken bij grote festiviteiten in het park schoten verlaten. Zij reserveren elders een dag of een weekend in rustiger gebied. Dus als zij dat een maand op voorhand weten, dan kunnen zij nog weg. Mag dat daar niet bij vermeld staan, omdat het toch de eerste keer is dat dat nu georganiseerd wordt. En toch. Dus vind je niet dat daar een maand vooraf dat die dan moet doen? Ik heb er geen probleem. Wij vinden. Ja. Dan is dat voor mij wel. Ja, maar nee. Maar ik wil niet dat ik het wil. Ja, maar nee. Dus een voorstel van SPA om in artikel 7 de communicatieplicht in te schrijven een maand voor de activiteit. Akkoord? Dan stellen we in die zin over dit punt. Maar ik heb daar logisch is dat goed, dus ja. 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 Ja.